Naamgeving zouten. Zouten zijn stoffen die worden opgebouwd uit metaalatomen en niet-metaalatomen. De stoffen waaruit een zout wordt opgebouwd worden ionen genoemd. Een zout bestaat uit een positief metaalion en een negatief niet-metaalion. Je kunt de naam van een zout vinden door de namen van het positieve en het negatieve ion achter elkaar te plaatsen. Voor de positieve ionen kun je de naam uit het periodiek systeem halen. Hierbij is het belangrijk dat je kijkt of het metaal verschillende ladingen kan hebben. In dit geval moet je de lading in Romeinse cijfers achter het positieve ion plaatsen. Sommige positieve ionen, zoals NH4+, bestaan uit meerdere atomen. Deze kun je in Pinas tabel 66b vinden. Voor de naam van het negatieve ion kun je ook Pinas tabel 66b gebruiken. Hierin staan een aantal negatieve ionen met hun naam erbij. Als je de naam hier niet tussen kunt vinden, neem je de naam van het atoom en plak je hier ide achter. Zo is de naam van een fluor-ion niet fluor, maar fluoride. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.